Mooi, Luan. Of, mooi, Lucilla. Nou, goedemorgen. Welkom bij deze vlogmarathon 12. En ik sta bij mijn klerenkast en ik ben nog mijn padjas. Ik moet me even aankleden. En ik wil even laten zien hoe netjes ik ben met mijn kast. Ja, geen woorden voor. Oké, wat ga ik aan doen vandaag? Even kijken. Geen held met mijn klerenkast. Nooit geweest, als kind was het niet en dat is nog steeds zo. Ik ruim het wel iedere keer weer op. Alleen als ik dan weer een keer een shirtje pak, dan trek ik altijd de hele zooi weer overhoop. That's me, ik kan er niks aan doen als ik zelf maar het overzicht hou. Ach ja. Iedereen heeft zijn ding. Nou, en dit is ons ontbijt nu. Dat kwark met muesli en lekkere frisse meloen. En natuurlijk mijn kopje kruidendrank. Nou, goedemorgen Luan. Zeg maar goedemorgen. Waar gaan we naartoe? In de school. Luan gaat naar school. En zusje gaat gezellig even mee haar grote broer mee naar school brengen. Leuk hè? Ik ben niet broer. Ik ben Luan. Jij bent de grote broer Luan van klein baby zusje Lucilla. Leuk, Lucilla. Wauw, Luan, dat is mooi. Wat is dat? Een tas. Is dat jouw schooltas? Ja. Nou, veel plezier op school, hè? Wat? Nijntje. Nijntje gaat altijd mee met Luan naar school. De teun verzorgen. Veel plezier. Nou, we zijn net weer terug van Luan naar school te brengen. Hier staat nog weer een lekkere nieuwe kop kruidendrank. Even alle online statistieken weer aan het inplannen. En Lucilla is een mooi blad aan het lezen. Nou, ik zit hier te monteren. Lekker hier op de computer. En Daniel komt mijn tussendoortje brengen. Ik heb vooral niet even lekker te eten. Ik heb voor u een lekker roggebroodje met kruidenboter, servelaat en een lekker glaasje ijswater. Lekker, lekker. Doeg! Zoals jullie zien, we zijn dus altijd heel veel aan het monteren en het filmen om voor jullie filmpjes te maken. Ik hoop niet dat jullie het saai vinden om iedere keer dat te zien. Maar ja, nu heb ik dus hier weer mijn tussendoortje. En dit is echt heel lekker. Dit is een van mijn favorieten. Dat leerde ik vroeger van Daniel in onze datingstijd. Leerde ik dit van hem. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar dit is dus roggebrood met kruidenboter en servelaat erop. En het is super voedzaam. Heel vezelrijk. En je wordt er echt goed gevuld van. Dus je krijgt bijna geen snijtrek als je dit opeet. Het is lekker, lekker. Nou, Lucilla is inmiddels al wakker. Die zit daar lekker. En Daniel heeft een afspraak in de stad. En ik ben hier eventjes een lunch aan het eten. En ik zal even laten zien wat ik aan het lunchen ben. Tada! Dit is kwark met een beetje honing, bevroren bossen, ja, bramen en aardbeien, besjes. Met kaneel. Ik ben gek op kaneel. En een lekkere warme kop kruidendrank erbij. Heerlijke favoriete lunch. Nou, hier ben ik onderweg met Luan. Ik had hem hier net opgehaald van schooltje. We gingen lekker een rondje bij de A fietsen voordat we naar huis gingen. En mijn iPhone, of ik had althans Varens iPhone bij me, deed een beetje raar omdat de microfoon op een of andere manier uitstond. Dus helaas vandaar deze voice-over. De leuke kinderboerderijmomenten die we live hier in gaan meemaken in de beelden die je gaat zien, hoor je dus helaas geen geluid bij. Vandaar het leuke muziekje. Excuus voor het soundgemis. Nou, Luan en Daniel zijn weer thuis en ik ga eten koken met Lucilla. Gaan samen eten koken, hè?
En ik ga vanavond gewoon even wat makkelijks maken. Ik heb hier kip. Dat kruid ik altijd eerst even zo met allemaal lekkere kruidjes. En dan doe ik dan de champignonnen bij en paprika, tomaat. En ik heb hier twee knoflookjes. En dan lekker op pita broodjes. En dat gaan we nou lekker eten. Maken. Eerst even maken. En ze gaat mij helpen, hè? Ga je mama helpen? Ja. Mama helpen. Met de ui. Wat ben je aan het doen, Luan? Heb je allemaal flesjes en bekertjes uit de kast gepakt? Ja. Ga je je schooltje naspelen? Ja. Oké, wat leuk. Het eten is bijna klaar. Mama? Ja? En deze. Hm? Nee. En deze. Wat is daarmee? Nee, deze. Ik moet er ook nog water in doen. Flesjes. Ik heb de champignon maar weer teruggezet. Want de pan zit eigenlijk al best wel vol. Dus die bewaar ik voor een andere keer. Wat ben je aan het doen, Lua? Nieuwe flessen. En deze. Voor wie, is dat flesje dan? Nou, voor papa en mama. Dat flesje? Ja. Flesje ook voor papa en mama? Ja. Nee. Deze. Die voor papa en mama? Ja. En het flesje dan, voor wie is die? Nou, deze voor Silla. Die is voor Silla? Ja. Oh, oké. Okay. Die voor Lua, ja. Die voor papa. Oké. Okay. Die is voor mama. En die is voor mama, de grote? Ja. Goed zo, jongen. Nou, het eten is gemaakt. En ondertussen is het één grote zooi hier. Gaan we maar even de keuken opruimen. Nee? En we gaan lekker eten. Dankjewel voor het kijken. Nee! Ja? Oh. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze videovlog. Vond je dit weer een leuke, gezellige vlog? Doe natuurlijk even een duimpje omhoog op de video. En vergeet niet te abonneren op Slanke Fit TV. Wat oh? Duimpjes omhoog. Ja, duimpjes omhoog. En we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Doei! Hallo, kijk even het blokje aan de taart. Ja. Nou, en nog geslaagd is wel. Hier 4 leuke korte broeken. Mission complete. Gauw terug naar huis. Wedding zin. Denk je bijna bij de fiets te zijn? Kom je nog bekenden tegen? Zeggen ze, ben je even aan het shoppen? Ja, van het werk even shoppen. Zeggen ze, wel even vloggen. En nou, hier sta je dus weer te schuilen.